Yo mensen, welkom bij deze nieuwe serie. En dat is de Minecraft Survival geworden. Hier ga ik proberen zo lang mogelijk te overleven. En ik heb net een klein beetje rond zitten kijken. En dit is eigenlijk echt een mooie wereld om mee te beginnen. Dus we gaan beginnen. Ik ga eerst natuurlijk even hout halen. Dat is natuurlijk het voornaamste wat je nodig hebt in een Minecraft Survival serie. Hout. En dan gaan we dan een workbench maken. En dan zien we wel. Zoals jullie zien, hey, paarden. Wat is er nog wel te mee zien? Kippen, schapen en varkens en bunnies. Ah, jammer dat we nog geen koeien hebben, anders was het al een heel feestje compleet. Vloot de gras aan de kant. Hey. Oh, ziet die wil in het water, laat maar. Dus dat is best wel mooi, we proberen eerst varkens te vangen. Oh nee, eerst gaan we natuurlijk waarmee we altijd beginnen, een workbench. Dit wordt het midden van het huis. Deze wordt positie niet. Nee, dit is gewoon niet gunstig. Dit is gewoon niet gunstig. We gaan een betere plek zoeken. Waar wordt het begin van het huis? Even kijken. Hier. Dit vind ik een goede plek. 3, 2, 1. En dit is het nieuwe middelpunt van het huis. Hier gaan we het huis bouwen. Eerst wat ik heel even ga doen is even een zwaag maken. Want ik zie dat mijn voetbal alweer een klein beetje naar beneden gaat. Dus even kijken, wat krijg je van een bunny? Volgens mij krijg je er ook vlees van. Oh, die zijn snel. Oh nee. Hè? Die droppen toch meestal voet en zo? Nee, dat is een kleintje, die moet ik niet hebben. Ja, ga ik maar houden. Ik ga gewoon een schaap killen. We hebben toch genoeg schapen nou. Schaap, je bent de mijne? Ja, netjes. Rauw mutten. Maar eerst gaan we minen. Dat is het eerste wat we nodig hebben. Eerst minen. De hout, dat komt later wel. Eerst gaan we minen. Even kijken, even een goede mine vinden. Kijk of hier eens een mine in de buurt zit, volgens mij wel. Dat denk ik tenminste, want het is meestal in zo'n serie. Even kijken. Hier zie ik wel iets. Hey. Wat is dit nou? Dit is een mine. Ah, mooi. Ik ga meteen even allemaal meenemen. Steen is voor mij, allemaal voor mij. Voor mij, voor mij, voor mij. Voor mij. Ja, daar kan ik iedere keer bij zeggen, het is goed zo. Even kijken, voor een pickaxe hebben we er 3 nodig. Ik maak er meteen even 3, dus dan heb ik er 9 nodig. Ik heb al 9, maar ja, voor de zekerheid. Ah, mooi, ook meteen kool, dat is nog makkelijker. Kan ik er meteen allemaal meenemen. Volgens mij had ik nog sticks, dus dan kan ik meteen even een torch maken. Kunnen jullie meteen weer allemaal wat beter zien, want ik denk dat jullie nu eigenlijk niet zo goed zien. Nee, kijk, zo zien jullie. Zo. Nee, die gaat nog helemaal door, joh. Waar gaat dit nou heen? Oh, een creeper. Doedoem. 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 Ze hebben me gezien. Slaat hem. Slaat hem dood. Nee, niet blazen. Blaas hem op. Blaas hem op. Blaas hem. Ja, netjes. Oh, ik heb het creeper denk ik toch niet uitgezet. De creeper doet wel mooi damage. Maar dat maakt niet uit. Dan fix ik later wel in de aflevering. Wat is dit hier? Was hier toch te vinden? Lava. En waar gaat dat heen? Oeh, best wel diep. Hier verder niks. Ja, alleen kool. Maar ja. Het enige wat hier te vinden is. Ik heb helemaal geen iron tegengekomen, helaas. Ze hadden meteen de eerste aflevering al meteen iron gehad. Dat was al meteen makkelijk geweest. Dus, pakken we al het kool mee. Allemaal. We take all the coal with us. Zo, wat hebben we nou al? Ik heb echt brood niet weten. Ah, 8 pas. Oh. Weinig. 9. 10. En 11. Hop. Ja, 11. Mooi. Even kijken wat je hier verder nog te vinden. Oh, wel jumpen. Nee, niks. De leiter omhoog. Oh nee, de leiter gaat naar die lava pool. Oh shit, daar kom ik hier uit. Oh shit, daar wil ik niet. Nou, terug. Back to the old place. Wat zie je nou? Gewoon random een gat in de grond. Ja, natuurlijk. Waarom niet? Nou, dan gaan we snel terug. Om eerst het eten klaar te maken. Zoals jullie zien, ik kan nu al niet meer rennen. Helaas, dus pakken we gewoon even dik kool nog mee. En dan gaan we terug naar onze basis. Gaan we meteen even even stone tools maken en dan gaan we een klein beetje wat hout verzamelen met een stone axe. Ja, geen pickaxe, want de pickaxe is om steen mee te hakken. Stone axe. En dan gaan we een stone pickaxe maken. Dus eerst gaan we hout verzamelen. Er zijn 2 dingen die we gaan doen. We gaan vandaag hout verzamelen. Proberen een huisje te maken. Oh, er zijn er eigenlijk 3 dan. Huisje maken. En proberen iron te vinden. Want iron is toch wel een van de dingen die je nodig hebt om de eerste aflevering meteen te kunnen survivalen. Dat we 22, 23, 425, 26 kool hebben dadelijk. 24, kom op pickaxe, 25, oh meer zelfs. 26, gaat het hier nog verder? Ik hoop het niet. Kool staat overal, is altijd 1 grote aarde.
Oh, gaat het hier zeker door? Nee, dat hoop ik niet. Serieus? Oh, gelukkig stopt. Als deze tenminste niet doorgaat. Mooi, het heeft gestopt. Het is gestopt, laat ik zo zeggen. Zo, dan gaan we omhoog. Hop, 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 hop. Oh, andere kant, deze kant moeten we vast. Ja, dit kolder neem ik dadelijk wel mee. Daar heb ik nou niet zo zin om mee te nemen. Niet zoveel tijd, want... Oh jee, het begint donker te worden. Er komen alle mobs. Oh, jezus. Daar is... Oh, daar lopen al twee creepers. Of twee... Twee creepers. Domme ik. Twee skeletons rond. Oh jee, ik zie daar mijn working bench staan. Dan moet ik proberen zo snel mogelijk heen te gaan. Rennen, rennen, rennen. Oh shit. Ook een skeleton. Ja, skeleton, jij bent de mijne. Jij gaat dood. Dan weet je dat vast. Ja, jij bent de nationale. Kijk. Monster hunten. Mooi. Wat ga ik nou maken? Oh ja, eerst pikken. Eerst wat toortjes. Dat is wat makkelijker. Zo. Dan ga ik heel even mijn omgeving afzetten. Zo, daar. Daar en daar. Zo, dat is genoeg. Ik ga even een pickaxe maken. Nee, een axe. Zo. Pickaxe. Domme ikke. En even een oven. Of een furnace. Een furnace, ja. Zo. En dan daar en zo. En dan gaan we eventjes snel wat hout halen. Gewoon heel eventjes. Zo, snel. Dat we eventjes het beginhuisje kunnen maken. Ja, de meeste mensen doen het van steen, maar ik wil het eigenlijk meteen beginnen ook wel meteen even wat mooier hebben. Dan hoef ik er in de aankomende 10, 20 afleveringen eigenlijk niet meer veel aan te doen. Dat ik gewoon mijn basisdingen heb, zoals een bed. Oh jee, meneer zombie, ga weg, alsjeblieft, ga weg. Meneer zombie, ga dood. Goed zo, brave jongen. Met trotse poe, zombie. Nee, niet mijn zoon, dat wil ik niet zeggen. Dat is het ook niet. Zal het ook nooit worden, ook niet. Ik zie daar een kip. Nee, maar volgens mij, we hebben nou seeds? Nee, we hebben nog geen seeds. Ah, ik was zeggen, anders kan ik hem meelokken. Ja, wat ik nu mee bezig ben, is onder andere het hout hakken voor een huis. Dat is een van de dingen die je nodig hebt om te overleven. Daarbij die toortjes ga ik het maken. En dan proberen zo snel mogelijk, want het is al middernacht. En even mijn eten ophalen dadelijk, want mijn foodbar is best wel low. Dus deze gaan we ook even kapot haken. En dan gaan we terug naar het huis. Ja, huis. Maar een klein stukje lopen. Zo, en deze kan ook terug. Ik heb toch eigenlijk wel extra eten nodig, dus ik ga die schapen hier even doen. Maar ik heb ook een bed nodig, dus ja, dan heb ik ook wel wol nodig. Ja, jij bent ook dood. Jammer, meneer Kip. Jammer, maar helaas, u bent opgeofferd voor een goed doel. Ik heb nog maar één wol, maar ik wil de andere schapen niet killen, want daar heb ik geen schapen meer over. Oh shit, een zombie. Snel pak je eten, gooi het andere eten erin en eten. Kauwen, 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 doorslikken. Kom op, doorslikken, kom op. Ja, ik heb wel gedeeltelijk regenerate, nou dat is goed. We gaan nu even een huis maken. Oh jee, meneer. We beginnen heel even met de standaard. Even kijken, waar wil ik de deur? Heb ik de deur wil ik. Hier heb ik even. Nee, even wat verder weg. Deur wil ik. Hier hebben, hier. En dan komt er hier een muur. Hier komt er een ding omheen. Dan komt er een muur van steen, ja, van steen. Oh. Heb ik hier weer te weinig deur. Dan ga ik aan de kant. Ik moet erbij. Gewoon aan de kant gaan als ik. Wees je bij nee! Nee! Oh nee, meneer Creeper toch. Oh. Dan vind ik Creepers toch ook ontzettend vervelend. Oi, oi, oi. Nou, dan ga ik gewoon even zo dichtmaken. Dan maak ik een andere keer wat dicht. Ja, nu ben ik al mijn dingen ook kwijt. Wat ga ik doen? Paard, weet jij het? Kun je antwoorden? Kun je antwoorden? Ja, juist, dat vind ik dus ook. Oh, komt de volgende zombie alweer aan. Oh, waarom moet het altijd dan s'avonds gebeuren? Waarom moet ik altijd s'avonds mijn huis maken? Oh, jongens. Ik ga gewoon verder met mijn huis. Het is goed. De creepers laten ze maar mooi komen. Ik ga aan de kant, meneer Schaap. Ik ga je doodmaken. Ja, mooi. Ik heb drie hand. Eerst even slapen. Eerst snel slapen. Oh, kidden. Oh, te snel. Oh shit. Maak ik slaps. En in de gaten gehad. Een bed. Eerst wat ik doe is slapen. Wat rusten. Oh, jongens. Wat een. Oh, het zonnetje schijnt. De lucht is blauw. We gaan weer verder met de nieuwe. We gaan weer verder. Waar we zijn gebleven. Het huis. Meneer Krieper, jij gaat ook dood. Nee, 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 niet de boom opblazen. Alsjeblieft niet. Nee, ik ga dood. Krieper had gewoon vannacht het hele huis. Het hele huis. Gedeeltelijk van het huis opgeblazen. Met dank aan zijn TNT. Klote creeper.
Zo, ik heb heel veel saplings, maar daar gaat het nou niet om. We gaan eerst eventjes, eerst even een huis maken. Dus, hier kwam het hoek. Hoek van het huis. Nee, dat is veel te dichtbij. Ik ben echt niet zo goed in huizen bouwen. Dat moet ik echt even goed doen, want het is toch al voor een langere periode. Dus die kan even aan de kant, dan doe deze in de hoek. Deze daar langs, zo. Ja, dat vind ik een goeie. Dan komt hier de muur achterdoor. Is maar even een klein huisje, zo. 3 hoog. 2, 3. Ja, dan komt hier steen. Oh, dan moet ik even wat meer steen bij gaan halen. Ja, dat doen we zo meteen wel even. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Komt hier een paal. Zo, dan komt deze wel zo verbonden. En dan komt hier de deur, die komt niet uit. Of course, waarom ook niet, joh. Oké, okay, dan doen we hier de deur. Hier komt de deur waar ik deze neerzet. Daar komt de deur. Oh ja, natuurlijk, daar kun je niet weer terug op springen. Daar komt hier nog een paal te staan. Torch aan de kant. Goed, zo. Zo, daar. Deze worden verbonden met elkaar. Ja, en deze. Dan moet ik wel even nog wat meer steen gaan halen. En ik heb geen steen om een stenen pickaxe te maken. Wel even dit weghalen dan. Dan moet het maar even op de hele crisis manier. Maar we hebben toch wel een ding nodig. En natuurlijk, we hebben ook. Dan doen we heel even snel pickaxe maken. Dan gaan we even voor steen en meteen even voor hout halen. Want steen en hout beginnen al op te raken. Dus snel naar de mijn. Snel naar de mijn. Snel, snel, snel rennen. Kom op, rennen. Ah, hier ga ik die vandaan halen. Hier was ergens die mijn. Even kijken. Oh, hier. Gevonden. Steen gaat even allemaal weg. Allemaal weg. Jullie gaan allemaal in het huis zitten. Zo. Ik pak denk ik even meteen een halve stack. Dat zal wel genoeg zijn, denk ik. Ja, dat zal wel genoeg zijn. Meteen even een halve stack, dat is genoeg. En meteen even een voorraadje. Ik kan meteen even wat pickaxe maken. Ben ik ook weer blij. Zo. Deze weg. Deze weg. Deze weg. Deze weg. En deze weg. Ik denk dat jullie niks zien, dus ploep, nu zien jullie wel wat. Er is licht in de duisternis. Ik hoor net een vark op de achtergrond. Heel mooi. Heel lollig. Deze weg, deze paal, pilaar. Kan weg. Ja, zo. Deze pilaar kan weg. Ja, pilaren. Eén grote muur, maar dat maakt verder niet uit. Deze kunnen weg. Deze en dan deze laatste. En dan gaan we terug. Dan gaan we ons huis afmaken. Ik wou bijna zeggen dat het alweer donker, maar dat wordt het nog helemaal niet. Zal het nog even lang niet worden, want de zon is pas net in het midden. Dus dan gaan we even snel het huisje afmaken. Ah, kijk, het huisje wordt al mooi. Oh, jump. Ah, het huisje wordt al mooi. Klein. Heel klein beginnershuisje, maar hier komt wel later gewoon een heel dorp en al te staan. Daar kijken we nog wel. We zitten dicht bij het water, dat is ook gunstig. Zo, oh, ja, tuurlijk. Er zit een gat in de vloer. Zo, deze dicht. Zo, dit is het beginnershuisje. Dan komt hier de deur te zitten. Aan de andere kant, dus we even de deur maken. Zo. Hey, drie deuren. Ook voor het eerst dat je drie deuren krijgt. Is er een nieuwe update? Ja, volgens mij wel, ja. Zo. En natuurlijk, en oh, boem, en dan val je meteen naar beneden. Ja, dan moet ik ze meteen even weghalen. Eerst even wat hout inslaan. Hout gaat heel snel op aan heel het huis. En dat komt ook wel gedeeltelijk omdat we logs gebruiken voor de zijkanten. En niet de gewoon normale planks. Tja, dan krijg je dat. Wat krijg je dan? Krijg je dat? Dan normaal Nederlands blijven praten. Zo, en dan gaan we naar deze boom. Boom, jij bent ook de pineut. En we gaan wel gewoon nog een keer een bomenfarm maken. Is wel makkelijk. Gewoon hier een hele grote bomenfarm. Dat ze automatisch gaan, dat die automatisch weghaalt. Volgens mij kan dat wel. Die boom automatisch weghaalt met heel veel pistons. Maar ja, dan heb je allemaal dingen nodig. En slime en een slimy pist. Of een sticky piston. Dan heb je slimes nodig. En dan moet je natuurlijk weer vinden. Welk hout ook mooi is. Acacia hout. Maar dat zie ik hier zo niet staan. Dus gewoon alleen oak en birch. Ja, birchwood. Dus dan hout. Een half stekkie. Ja, is wel genoeg. Ook een vloertje erbij. Doen we van dit hout. Van birch. Ik zal even de naam kwijt. Birchwood. Onthouden. Ja, van Birchwood gaan we de vloer doen. Ja, dat is wel genoeg. 7. Dan doen we deze boom nog even weghalen. En dan zal het wel. Dan zijn we wel klaar voor vandaag met het qua hout halen. Nee, de aflevering is nog niet gestopt, jongens. Vergeet natuurlijk niet tussendoor even niet te abonneren. Want er komen nog heel veel van deze survival series. Nou, kom op, hup. Juist. Zo is het moeilijk. Oh.
Waarom klik dan op het bed? Je kunt helemaal niet slapen overdag. Hé, hey, kom terug. Deze omzetten. Ja, eventjes een kistje maken. En doen we nog een kistje erbij. Kost toch niks. Zo, twee kisten. 1, 2. Ja, daar kunnen de. Komt de stuff in. Dat. Deze hou ik bij me. Deze kunnen erin. Deze kunnen erin. Deze hou ik wel bij me. Deze hou ik bij me. Deze kan ik van passen en deze kan ik gebruiken. Dus deze kan ik even omzetten. 28, ik weet niet wat ik red. Denk het wel. Ik heb nu geen durf op zak. Nee, ze kan meteen kijken hoeveel ik nodig heb. Dus maar als ik eentje kapot slaat, dan blijft hij staan. Als ik nou de andere kapot sla, dan blijft hij ook staan. Hey. Oké, okay, beter gaan we ook even aan de kant ook. Laat ik nu alweer terug. Ploep. Waar zei ik? Ploep. Goed. Oh, verkeerde, deze moet ik hebben. Ja, bouwen. Zo, deze weg. Deze weg. Deze weg. Deze weg. 12. Zo. Ja, er best wel veel over. We hebben in totaal 12. 4 keer 4. Dat is 16 hebben we. Ja. We hebben net al 4 gebruikt, dus deze kan opgevuld worden. Zo. Zo. 1, 2. Zo. Ah, de rest daar doen we nu wel eventjes meteen. Is meteen klaar, dan vallen we niet meer naar beneden. Dan kunnen we gewoon meteen doorlopen. Zo en dan. Zo. Ding luisteren we niet. Voor het spel luisteren. Ja, zo is wel even goed voor het begin. Deze even weg. Deze dan doen we deze. Oh. Doe deze hier. Deze weg. Deze weg. En deze weg. En deze. En deze. En deze. Eén voor één. Deze. En deze. Misschien ook. Dat is weer mooi. Mooi hetzelfde. Deze zo aanvullen. Hop. 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 Ja. Zo is mooi. Zo. Ja. Zo is mooi. Deze ook even weg. Oh. Een bloedje erin. Een deurtje. En dan is het huisje. Ja. Nog niet helemaal klaar. Want er moet nog raam in. En. Er moet nog veel meer bij komen, dus we gaan even snel even iets eten. Nam 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 nam. Zo, dan komen we terug de kist in. Ik ga het dak maken van... Ja, dat is slechts. Dat vind ik eigenlijk wel mooi. Ik heb te weinig deur om omhoog te komen. Oh, jongens. Even kijken, ze gaan omhoog. Nee, niet omhoog. Dat is nog 1, 2, 3, 4, 5, 6 precies voor, genoeg voor één kant. Ze gaan even ander hout eventjes... omzetten, ja, dat is zeker genoeg. Doen we de helft even, de helft. En dan hebben we hier nog eentje, dus doen we er. Oh. Dit even, nee, de helft plus diep. En dan zo. Ja, dan hebben we er. Oh, een stekker is meer dan genoeg voor de dag. Zo, dit is gewoon een beginnershuis, jongens. Niet meteen denken van dit wordt het huisje voor heel de survival. Nee. Het wordt natuurlijk nog veel groter. Maar ja, we moeten eerst dingen sparen. Zoals resources, diamonds natuurlijk, wat we echt nodig hebben. Gaan hebben, zou ik het zo zeggen. Zo, dan gaan we omhoog, op het dak. 1, 2, op, drop. Zo, deze aanvullen. Oh, nee, jij zit verkeerd. Drop, zo, goed, zo. Gewoon luisteren, alstublieft. Deze omhoog. Kunnen we die onderste weghalen? Nee, kunnen we niet. Oh, jongens, wat een gedoe met het dak. Klik, klik, klik. Deze kunnen we wel zo weghalen zonder heel het blok weggaat. Ja, tuurlijk joh. Zo. En dan gaat deze zo dicht maken. Hé, hey, kom nou eens hier. Kom eens hier. Goed, zo. Hop. En dan komt er nog een dakje bovenop. Hop. Nee, niet zo. Nee. Ja, zo. Ja, juist. Gewoon luisteren. En dan ploep, ploep. Volgens mij kan ik nu wel een toortje bovenop zetten. Nee, dat kan niet. Oké, doen we het op ieder puntje zo. Dat is ook goed. Dat vind ik niet erg. Even kijken, hier was de voordeur. Nee, dat was het niet. Hier was de voordeur. Ja, hier is de voordeur. Gevonden, we kunnen gewoon weer de voordeur naar binnen. Nou, ik heel even iets van buiten craften, zo. Zo, en dan doen we een... wooden shovel, want we gaan dan even snel wat zand halen. Hier lag volgens mij zand, want het begint alweer avond te worden. En ik wil wel goed beschermd zijn tegen de mobs, dus ik ga even wat zand halen. En dan gaan we een ramen maken. Gewoon even allemaal weghalen. Kijk, 6 is voor 1 raam. 6. Dus ik denk dat ik 12 nodig heb. 12 zand.
Sorry. Excuses. Excuse-moi. Nee, geen 12 bedoel ik. 18. Zo, dat is genoeg. Dan gaan we snel naar binnen. Ja, kippetje, je mag nog niet mee, je mag straks mee. Oh, dit huis is echt klein, joh. Het is echt mini-mini. Nou, dan ga jij eruit, zo, erin, en dan loop ik om. Dan ga ik eventjes slaapje doen, en dan even de hout droppen. Zo, allemaal weg, allemaal weg, allemaal. Dan even een toortje plaatsen. Moet wel licht zijn. Heb ik nog kool ergens over? Ja, hier heb ik nog zeker kool. Nog heel even een stick maken. Sticks. En dan nog eventjes een torch, vier torch. En dan 1, 2, 3, 4. Ik vind het helemaal mooi. Zo, en dan alles helemaal weg. En dan gaan we even slapen. Dan zal het glas zo meteen wel klaar zijn. Dus wat rusten. You can only sleep at night, staat er. Hoezo, ik ben toch aan het slapen in de nacht? Hey, een Enderman. Nee, die ga ik niet killen, want die kan ik toch niet aan. Nog heel even wachten op één glasblok. Dan gaan we het gedeeltelijk van de zijkant, van de raam afmaken. En dan gaan we even proberen verder te minen, want ik wil eigenlijk nog wel wat iron hebben. Voor het einde van de aflevering, meteen in de eerste aflevering. Het zal wel netjes zijn, meteen iron. Zo, deze kan nog eens, maar haal ik het meteen heen. Ik haal het, ja! Ons huisje is af. Ons huisje is af. Heel even kijken van een afstandje. Ja, ik vind het toch wel mooi voor het begin. Voor de eerste aflevering waar we tot nu toe hebben bereikt. We hebben nog niet veel bereikt, maar ja, dat komt nog allemaal. We hebben een zwaard. Heel even meteen wat stenen tools maken. Stone tools maken. Ik zal even een zwaard maken. Twee zwaarden zelfs. Zo, en zo. We hebben meteen twee stone swords. Wat we nu eventjes gaan doen, dat doe ik meteen heel even snel tussendoor. Heel even wat sticks heb ik nodig. En volgens mij kun je nu een fence maken. Nee, dat kan niet meer. Maar wel, dat kon wel. Dat is een nieuwe update. Want dat is 1.8. Dus ze moet zo. Dat is zeer nieuw. Dat moet je zo maken. Nee, fence gate. Hoe is dat dan zo? Oh, dat is een nieuwe update. Daar moest je zo wat aan maken. Oh ja, dat wist ik niet. 12 meter is niet genoeg. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nog geen 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Zo, 27. Ja, dat zal wel genoeg zijn. Dan gaan we wel even snel de fence maken. Fence maakt hier wel zo, toch? Ja, trouwens, je moet meteen twee vensters doen, toch? We zijn toch bezig, zolang we bezig zijn, is goed. Oh, mijn hout! Nee, mijn hout! Ik ga heel even de kippen proberen beter lokken en de schapen proberen erin te duwen. Gewoon hier al even een kleine farm maken. Zo, ga aan de kant willen. Zo, ga aan de kant, zei ik. Goed zo, gewoon luisteren. Nee, dat haal ik niet. Veel te groot. Gewoon twee kippen is genoeg, de rest komt later wel. Even snel een X. Ja, de rest moet gewoon later. Oh, dat trouwens zag er eigenlijk best wel mooi uit zo. Zo. Dus dan haal ik het net. Daar kan ik volgens mij twee dingen van maken, precies. 1, 2, 3. En dan dichtmaken. Ja, netjes. We komen precies uit. En dan moet ik dit even hier een gat maken. Ja, dan doe ik het midden. Oh, er is geen midden van het huis. Doen we zo. Doen we deze al even weghalen. Dan komen we zeker net één venster tekort. Ja, tuurlijk, het zal weer niet zo zijn. Er komt hier en er komen hier dieren en er komen hier dieren. Deze kan weg, die allemaal weg, bla 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 bla. Zo, ja, er komt hier een torch op. Dan gaan we naar de andere kant. Hier ook een torch. Dan gaan we zo, dan maken we nog één hekje. Nog één hekje, jongens, echt niet meer normaal. Hè. 1, 2, 3, 4. Maar ik heb veel te veel hout gepakt, maar dat maakt niet uit. Beter te veel dan te weinig. Nee, geen fence. Oh, geluk. Ik moest geen fence maken, ik moest dit maken. Een hek. Wil ik een fence gate maken? Ik moet gewoon een normale fence maken. Hoi, oh, varkentje wil er al bijna in. Weet je wat, dan ga ik hem meteen erin duwen. Ja, kom maar, je wil er wel in, dat zie ik wel. Kom erin. Ja. Ja, kom op erin. Kom erin. Er. En zei ik erin. Goed zo. Ja, mooi. We hebben ons eerste dier. Dan gaan we proberen de kippen te lokken.
Even kijken waar de kippetjes zijn. Kipjes. Kipjes, kom. Oh, we hebben een ei. Mooi, dankjewel, kip. Kom, kip, volg. Kom, kip, volg. Kom. Kom, kip. Ja, volg. Volg maar. Ja, een nieuwe. Oh, shit. Stikke weg. Kom. Kip. Kom. Zeg ik. Nee, niet luisteren. Oké, pakken we gewoon een andere kip. Maakt niet uit. Oh, water. Oh, shit. Hier kom ik nou heel moeilijk uit. Ik zit nu helemaal vast tussen de dingen. Kip. Kip. Ah, kip. Kip, kom. Nee, niet. Nee. Oh, niet in het water. Kip, kom. Kom nou. Dan moet ik niet schollen. Dus doe ik die al even weg en die al even weg. Kom, kip. Kom, kip. Kom, duurt lang. Kip. Oh, die blijft stilstaan. Ja, laat ook maar. Pakken we wel een andere. Kom op, kippenjacht. Dit is een kippenjacht. De eerste aflevering nog steeds geen kip kunnen gevonden. Nog geen kip gevonden kunnen krijgen. Kom op. Ja, wel gevonden kunnen krijgen, maar geen ene die dit mee wil. Mijn voetbal is alweer bijna low. Tuurlijk, waarom ook niet. Kip, kom. Als je zo nog ergens kip hier in de buurt die wel mee willen, die wel kunnen luisteren met die oren. Ja, je luistert weer. Kom. Kom. Ja, mooi. Nou, niet wegschrollen. Kom. Ja. Ja, kom. Kom. Alsjeblieft, volg. Kom. Ja, kip, kom. Kom alsjeblieft, kip. 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 Oh, je volgt niet meer. Oké, ik ga er gewoon in duwen ook. Ja, ga je volgen. Weet je seat? Nee, geen seat? Oké, dan ga je gewoon er ook in. Slaap je er gewoon in. En erin. Erin, goed zo. En blijf. Dan heb ik 2 eieren. Fruits uit? Nee, helemaal niks. Het geluk zit me nou vandaag echt niet mee. Nog eventjes wat tulpjes plaatsen. Zo, nog even snel wat eten. En dan is het eigenlijk wel bereikt voor vandaag. Ik weet eigenlijk helemaal niet hoe lang we bezig zijn. Ik hou nooit geen tijd in de gaten. Dus het kan soms uitlopen tot 1/2 uur. 3 kwartier maakt helemaal niet uit. Nee, 3 kwartier is dan een beetje overdreven. We pakken nog 2 stuks. Oh, die gaan schaapje. Zeker nog te weinig. Ja, natuurlijk. Ik heb nog te weinig. Oké, ik pak gewoon... nog een ei. Mooi, die gaan we gooien. Hopen dat er iets uitkomt. Alsjeblieft. Lieve duimen. Alsjeblieft, lieve kip. Lief ei. Alsjeblieft, laat er alsjeblieft een kipje uitkomen. En tuurlijk, het zit weer eens niet mee. Nou jongens, bedankt voor het kijken van deze eerste aflevering. We hebben zoals jullie zien een heel mooi huis gemaakt. We hebben 1 kip, 1 varken en de schapen en de schapen, ja. En de paarden die lopen hier nog eens rond. Dus tot ziens. Abonneer natuurlijk eventjes en ik zie jullie de volgende aflevering. Later.